Tennisvereniging Rapiditas maakte in 2006 bekend dat ze een opblaasbare hal aan wil gaan schaffen. Deze hal moet in winterseizoenen over 4 van de 11 tennisbanen worden geplaatst. De hal gaat €225.000 kosten. In 2009 krijgt Rapiditas te horen dat dit geen optie is, omdat de hal een te grote inbreuk zou zijn op het aanzicht van de wijk Brakkestein. De gemeente stelt voor de tennishal over 3 banen van SV Hatert in de Winkelsteeg te plaatsen. Hans Floor, voorzitter van Rapiditas, vindt dat geen optie omdat de afstand te groot is. Raadsleden komen er maar niet uit. Er wordt een initiatiefvoorstel ingediend in de gemeenteraad. Een krappe meerderheid is voor de tennishal, maar het plan raakt alsnog van de baan. In 2013 wordt de trein van Kolping Dynamo geopperd. Er moet dan wel een kunstgrasbaan wijken. De kosten hiervan zijn voor Rapiditas, maar die kunnen die extra €600.000 niet ophoesten. De discussie is uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Een nieuw idee is een samenwerking met Hogeschool Ham aan de Dalmerasweg bij Chalet Brakkestein. Dit plan gaat van de baan omdat het te duur is en het te druk zou worden met al die studenten. Vandaag de dag lijkt het einde in zicht. Rapiditas wil de hal op eigen clubterrein plaatsen en de eerste reactie van de gemeente lijkt positief. Voorzitter Hans Floor hoopt dat de eindstreep nu echt in beeld is. Hij is er na 10 jaar wel klaar mee.